Hoi allemaal! Ik heb al eens verteld dat ik familie heb die familie in Amerika heeft. En als zij weer eens die kant op gaat, dan mag ik altijd een Sephora-bestelling doen. En dan word ik natuurlijk allemaal heel erg blij en hebberig. En dit keer vond ik het leuk om mezelf wat extra te verwennen. Want ik heb natuurlijk bevalling en zo achter de rug. En dan is beauty toch wel een van de dingen waar je... daar heb ik natuurlijk heel lang... Ja, weet je, met die kleine en zo doe je daar iets minder aan. Maar nu ben ik er weer helemaal in. Dus het leek me heel leuk om mezelf dat eventjes een beetje cadeau te geven. Dus ik heb wat dingetjes geshopt. Dus ik wil ze graag met je delen. Ik heb het net binnen. Dus ik ben heel benieuwd. Als eerste twee dingetjes gewoon van de drugstore daar. Dus gewoon van zeg maar, de ethos bewijzen van. Maar dan dus gewoon de drogisterij zeg maar. Alleen dan dus uit Amerika. Als eerste de Dove Dry Shampoo. Ik vind de Dove Droog Shampoo super fijn. Dit is samen met de Sebastian Dynamic is dit mijn favoriete droogshampoo. En deze vind ik vooral fijn om je haar echt even op te frissen. Het ruikt lekker fris. Het voelt heel fijn aan. Dit is de volume variant. Ik ben hier echt dol op. Ik snap niet waarom we dit niet in Nederland hebben. Want het is echt mijn favoriete droogshampoo van de budgetmerken, zeg maar. En dit is dus de volume variant. Ik vind hem heel fijn. Ik ben heel blij dat ik hem weer heb. Want ik deed heel zuinig met degene die ik heb. Omdat ik niet wilde dat hij op was. Maar nu heb ik een nieuwe. Dus nu kan ik hem weer lekker gaan gebruiken. En deze die je me in superveel tutorials ziet gebruiken. Dit is de Maybelline Age Rewind Eraser Dark Circle. En dit is de lichtste kleur. Dit is Fair. En nummer 110. En deze vind ik super fijn. Ik heb hem nu ook op maar dan zeg maar mijn oude verpakking. Maar goed, die is bijna leeg. Dus ik ben heel blij dat ik weer een nieuwe heb. Sven, die kwam thuis. Dan Sephora als eerste deze. Dit is het Tartlet Tease Palet. En hier hoorde ik heel veel goede verhalen over. En ik heb nog geen producten van Tarte, maar ik ben er wel altijd heel benieuwd naar. En dit is allemaal al zonder parabenen en minerale olie en flataten. En blijkbaar ook zonder gluten. Heel interessant. Even kijken hoor, als ik hem open krijg. Ik probeer hem natuurlijk netjes open te maken, want ik wil hier natuurlijk nog een artikeltje over gaan schrijven. Of natuurlijk, ik denk dat ik hier nog een artikel over wil schrijven. Oh, doe dit subtiel. Ja, daar komt hij. Zo. Dit is hem, super klein. Ik heb kleine handjes, dus dan zie je hoe klein die is. En dit is hem van binnen, met een spiegeltje en dan... Deze kleurtjes en het zijn, even kijken, 3 matte kleuren en, 4, 5 matte kleuren en glanzende, denk ik. En ik dacht, hier kan je zoveel mooie basislooks mee maken. Het komt misschien niet helemaal over vanwege al het gespiegel, maar ja, dit is echt zo'n ideaal palet voor elke dag. En in die categorie heb ik er nog één. Ik dacht dat we die ook in Nederland wel zouden hebben, maar dat bleek niet het geval. En dat is het Smashbox Full Exposure Palet. En dit is ongeveer net zo klein. Eigenlijk nog iets kleiner, maar vooral heel dun. Dit is volgens mij een van de kleinste paletjes met 6 oogschaduwkleuren. En dit leek me echt super handig. Kijk, dit is net een pinpas, zo dun is hij. En dit is natuurlijk ideaal voor op reis of in je... toilettas of gewoon zeg maar voor in je gewone tas bedoel ik. Als je wat hoort, dat is Sven. Ik heb net Niels in slaap, dus nu kon ik filmen. Nou weet ik alleen niet hoe het open moet. Oh ja, zo. Kijk, hier zitten dus 8 kleurtjes in. En de bovenste rij is allemaal glanzende kleuren. En de onderste rij is allemaal mat. Altijd als Sven thuis komt wil met hem spelen. En zo ook nu. Maar goed, maar ik laat nog even alles zien. Want ik wil het heel graag laten zien. Omdat ik het natuurlijk heel graag wil gaan gebruiken. Het is deze. En die vond ik vooral heel gaaf. Omdat hij dus zo ontzettend dun en klein is. Het is gewoon echt het formaat van een bankpasje. Maar dan een paar bankpasjes op elkaar. Laten we het zo zeggen. Dan. Bij Sephora hebben ze... Mits is al heel enthousiast. Bij Sephora hebben ze altijd... allemaal reisverpakkingen. Dus zoals die full exposure, maar ook van alles en nog wat hebben ze reisverpakkingen. En nou zag ik ook deze. Elke beauty lover heeft hierover gehoord. Dit is het Hourglass Ambient Lightening Powder. En dit is de kleur Dim Light.
En die vind ik, ja, weet je, veel te duur. En het zijn hele grote verpakkingen. En volgens mij doe je er 186 jaar mee. En toen zag ik dat ze hem in een reisverpakking hadden. Toen dacht ik, hoe leuk is dat? Want dan is het ineens heel betaalbaar. En dan heb je hem toch. En je doet hier heel lang mee. En dit is hem. Het is dus een, ja, het is dus een heel kleine variant. En dit is een super mooi poeder. Ik ga het allemaal nog niet zwartje, want ik wil er nog artikelen over schrijven. Laat ook vooral weten waar jij graag een artikel van wil zien. Even hieronder in de comments. Want dan ga ik dat sowieso doen. Want ik moet natuurlijk nog even kiezen, want misschien is het niet leuk om alles te doen. Dan, nou ja, deze kan je ook in Nederland kopen. Maar goed, uiteraard in Amerika een stuk goedkoper. Dit is de Anastasia Brow Wiz. Zoals jullie weten gebruik ik al, nou ja, ik weet niet hoe lang, het wenkbrauwpotlood van Catrice. En die is prima. Maar dit schijnt toch wel het wenkbrauwpotlood onder de wenkbrauwpotloden te zijn. En het heeft twee kanten. Een borsteltje. Nou, eigenlijk net als het Catrice variant. Maar deze heeft dan een draaikantje. En die heeft echt een super fijn, wat ziet er nou gek uit, super fijn puntje. Dus ik ben heel benieuwd. En ja, ik heb een tijdje geleden heb ik mijn wenkbrauw laten doen. En hebben ze het daarna ook met Anastasia gedaan. Dat vond ik wel een heel mooie kleur. Het is taupe, is echt de perfecte kleur voor mij. Niet te warm, niet te koel. Super. Dus ja, hier was ik wel heel benieuwd naar. Maar ik vind hem in Nederland gewoon te duur. En in Amerika is hij gewoon wel betaalbaarder. En dan als laatste dit setje. En dit was, ze hebben ook heel vaak van die value sets. Dus zeg maar, waar voor je geld. En dan zag ik dit. En dit is ook een rijstdingetje. Nee, ik denk dat is het. Maar hierin zitten kwastjes. En dit was een setje en dat is normaal, de waarde is $64 en dan was hij nu $22. Maar hij was ook nog eens volgens mij voor de helft van de prijs, dus $11. En dan heb je dus 5 kwastjes. En dit kwastje bijvoorbeeld wilde ik al heel lang, niet per se van Sephora, maar zo'n klein kwastje waarmee je mooi die outer V kan maken en onder je oog, zeg maar. En toen dacht ik, nou, dit is wel een heel leuk setje. Dus ik weet niet of er namen op de kwastje staan. Nou, het is in ieder geval allemaal hysterisch roze. En allemaal voor een ooglook. Dus deze. En natuurlijk heel leuk in zo'n verpakkingetje. Even kijken of hier nog op staat wat voor kwastjes het zijn. Shadow, smudge, angled liner, cream shadow en angled shadow brush. Dus dat is het. Dat was mijn Amerika / vooral Sephora shoplog met allemaal make-up. Laat vooral eens weten welke, ja, van welk product jullie een review zouden willen zien. Ik ben, ja, weet je, ik ben natuurlijk naar alles super benieuwd. Maar spannend vind ik toch altijd de oogschaduwpaletten. Want ja, ik weet niet, oh, misschien met een balletje rousen. Het gaat lekker hoor. Maar Niels hoor je niet. Dat is weer een vooruitgang. Ja, ik denk dat ik toch het meest benieuwd ben naar de paletten. Gewoon, ik ben gewoon dol op oogschaduwpaletjes. En weet je, een goed oogschaduwpalet, dat vind ik fantastisch. En ja, weet je, de rest en natuurlijk, ja, weet je, dat Hourglass, daar hoor ik zoveel over. Dus ben ik echt, nou ja, vind ik vooral heel leuk dat ik daar zo'n mooi goedkope reisverpakking van heb weten te bemachtigen. Dus dit was het. Ik had nog één ander dingetje besteld, maar dat was, ja, dat was ook fantastisch. Dat was ook oogschaduw, maar dat was van, volgens mij Too Faced, maar het was een huisje. En daarin zaten 4 oogschaduwpaletten, maar het was echt belachelijk goedkoop. Ik weet niet eens meer wat het was. Het was, nou, laten we zeggen dat het misschien $30 was. Maar dan had je dus 4 paletjes. Het heette geloof ik Paris en ik weet het allemaal niet. 4 paletjes met volgens mij elk 6 of 8 oogschaduwkleuren. Nou ja, dat, en ja, je kent Too Faced oogschaduw, dat was echt fantastisch. Dus nou, die was helaas uitverkocht. Dat is natuurlijk niet zo gek. Want ja, dat zijn natuurlijk. En dat was namelijk zo'n holiday verpakking. Maar dan nu enorm afgeprijsd. Net als die andere value set. Dus helaas. Maar ik ben hier super blij mee. Dus nou, nogmaals, laat vooral weten wat je wilt zien. En ik wil jullie super bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! En het beschermt ook meteen tegen de hitte van de föhn.